Danny van Trijp, een toolkaarthouder dit jaar. Ja. Het wil nog niet echt rollen, hè? Wat zei je? Het wil nog niet echt rollen dit jaar. Nee, ja, veel. Mijn gemiddeldes qua vorig jaar zijn wel veel, flink gestegen. Alleen, ja, ik heb heel veel wedstrijden 6-5 weggegeven. En heel veel wedstrijden, ja, een wedstrijdje of 3 of 4 verloren met 100 gemiddeld. En, dus mentaal moet je er goed mee omgaan en ik denk dat ik dat wel kan. Heb het er ook mee te maken dat je nu iets minder kan gooien? Je gooit vooral heel veel Challenge Tour, Development Tour. Je bent nu natuurlijk niet meer speelrechtig. Vorig jaar heb ik Challenge Tour gegooid. Ik zat in het Nederlands team. Je kon WDF-toernooi gooien, dat is Dutch Open en zo. Niet dat ik er veel afging, maar ik mocht het wel doen. En dit jaar ben je beperkt tot al die dingen. En ja, dat is heel weinig gooien. Loop je daar een beetje tegenaan qua ritme? Nee, ik denk niet. Want mijn gemiddeldes op de Pro Tour zijn... Ja, het is niet slecht, maar het kan ook wel beter. Maar ja, we zijn pas een half jaar verder, er kan nog veel gebeuren. En kijk, en dan, als ik hem kwijtraak, vind ik het ook niet erg. Want je hebt genoeg andere mogelijkheden, modus. En je kan terug in het Nederlands team komen, je Challenge Tour. Als je daar hoog samen... Kijk, wat ik vorig jaar had, samen met Scott Williams, heeft Barry van Peer dit jaar. En kijk hoe Barry gooit. Dus misschien is het ook wel beter als je een keer je toolkaart verliest, even op je bek gaan en dan gewoon opnieuw pakken. Het is ook niet, het is jouw allereerste toolkaartjaar, hè? Je weet niet helemaal wat je kon verwachten. Je hebt natuurlijk ook al wat ervaring van Damien Moore gehad. Maar... Nou ja, ik wist wel wat ik kon verwachten. Want ik heb in 2019 Eurotours en een paar keer Play Championship gegooid. En vorig jaar door die Challenge Tour vanaf mei mocht ik ook elke Play Championship deelnemen. Dus ik wist wel wat mij te wachten stond. Alleen ik had niet verwacht dat, dat ik nog zo laag zou staan, zeg maar, na een half jaar. Ja, qua spel is het natuurlijk ook niet slecht. Nee, qua spel niet, maar ja, misschien op de meer cruciale momenten, net als tegen Joe Cullen 5-1 voor staan, dan mag je nooit meer weggeven. Ja, dat gebeurt wel. Heb je dat te maken met een beetje ervaring? Nou ja, weet ik niet. Ja, spanning had ik niet. Ik weet niet, ja, of misschien dat ik al van, ja, de wedstrijd is binnen, maar het is tot de 6 legs en niet tot de 5. En daar gaat het meestal wel mis. Misschien ben ik het Challenge Tour niveau gewend. Maar, vorig jaar had ik het ook wel zo, dat ik vaak voorkwam tegen King, ook 5-1 voor. Ik heb al 3 keer 5-1 voor gestaan, dat ik met 3 keer 6-5 verlies. En dit jaar heb ik denk met 4-5-6 keer 4-3 voor gestaan. En alsnog met 6-4 verliezen, of 5-4 voor staan en met 6-4 verliezen. Dus even op je bek gaan en als het zo blijft gooien, dan komt het vanzelf wel goed, hoop ik. Komt vanzelf goed, we staan hier bij de Zwaantje Masters. Wat vind je van dit toernooi? Je hebt een wildcard gekregen. Ja. Warm. Ja. Nee, ja, eerste potten net gehad. 2 keer gewonnen, dus ja, het gooien kan wel beter, maar ik moet nog even aan de warmte hier binnen en dan komt het vanzelf wel goed, joh. Ik geef mezelf wel kans om sowieso door de pool te komen en vanaf daar zien we het wel. Vanaf daar zien we het wel. Kijkend naar de Pro Tours, helpt het weer een beetje om in competitieritme te komen? Want er is natuurlijk een anderhalve maand break geweest. Ja, buiten dat gooi ik ook gewoon toernooien en competitie. Zo'n competitie gehad kun je niet vergelijken, maar... laatste paar keer ga ik dan ook wel op dinsdag naar de Oranje Bar. Dat is ook gewoon een goed niveau met Jimmy, Jermaine, Ruben Mesters en ja, noem maar op. En dat helpt me wel om een beetje weer in het ritme te komen. Danny, bedankt. Nog heel veel succes dit jaar.